Ik heb voor jullie 5 verschillende Creative 2.0 mappen, waaronder Call of Duty in Fortnite en Flappy Bird. Ja, dit is de eerste map die we gaan spelen, namelijk Modern Warfare. Dat is natuurlijk Modern Warfare, maar dan, ja, Fortnite. Je snapt wat ik bedoel. Dit is een hele vette game mode waar je blijkbaar oude Call of Duty mappen hebt en ook nog allerlei andere dingen zoals killstreaks en dat soort dingen. Dus laten we gewoon maar meteen beginnen. Oké, dames en heren, we zijn dus nu in die eerste game mode en moeten gelijk rennen. Dit is dus de map Rust van Modern Warfare 2. Voor de mensen die het nog kennen, ga dood alsjeblieft. Waar ben je? Waar ben je? Dit is een gast gewoon aan het snipen. Dit is een gast aan het snipen in Rust. Er zijn nog meer mensen hier. Waarom zijn hier zo gigantisch veel mensen? Oké. Okay. Oh my god. Het is echt gigantisch druk. Ja, daar stond Rust ook onbekend. Je hebt hier dus ook loadouts. Dat is ook een B-druk. Dan kan ik hier een loadout maken of kiezen. Ik heb geen idee. Heb ik nou een andere loadout? Op het moment ben ik bugged. Ben ik bugged? Ik heb geen idee. Oh, nee. Ik ben... Oh, kan hier... Oh, kan hier mijn loadout kiezen? Ik dacht even dat ik kapot was. Oh, je kan hier gewoon je eigen wapen kiezen. En ook prestige en levelen. Wat is dit allemaal? Kan ik die sniper ergens... Heb ik ergens een snipertje? Kan ik deze pakken of zo? Oh, dat kan gewoon. Oké. Kan ik nu weg hier? Hoe kom ik hier weg? Kan ik dan weer emote of zo? Ga ik dan weg? Oh, jee. Ik kan hier op drukken. Dan ga ik weer terug naar de... Oké, we gaan snipen. We gaan snipen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Oké, we gaan... Quickscope op Rust in Fortnite. Hoe ben ik dat? Oh, oké, dat gaat mis. Dit gaat mis. Nee! Oké, hij had ook nog een Desert Eagle. Oké, mensen zijn dus echt die... Ze zijn het oude gevoel aan het zoeken van vroeger. Maar als je ook een killstreak had, gaan we deze man killen. Jazeker gaan we hem killen. Ik heb nu al zoveel zin om deze game mode te spelen. Trouwens, als het goed is, heb ik ook op alle linkjes of alle codes in de beschrijving staan. Dus als jij dit ook wil spelen, kan dat gewoon. Laten we eens even proberen een killstreakje te halen. Dat doen we dan wel eventjes zonder sniper, want dat is onhandig. Oh, iemand heeft gewoon een RPG. Oké, jij gaat dood, jij gaat dood. Oké, laten we eens proberen een killstreakje te halen. We zijn ook level up blijkbaar. Oké, helemaal prima. Dus laten we even kills pakken. Oh, mensen zijn echt aan het tryharden nu. Mensen zijn echt aan het tryharden. Maar ik wil even een killstreakje pakken. Oké, we hebben de killstreak. Ah, maar die killstreak, daar kregen we dus zo'n UAV van. Je ziet ook UAV. Daar kan je mensen zien. Die moet je wel inzetten. Oh, ik kan hem zo nog inzetten. Oké, maar dat is... Oh, hij is weg. Hoezo is hij weg? Oké, nou ja, er zullen waarschijnlijk nog wat bugs in zitten. Maar jij gaat eraan. Doei. Oké, er zijn zoveel mensen hier. Waarom is het zo druk? Volgens mij ben ik de enige in mijn team of zo. Want volgens mij heb ik alleen maar enemies. Oké, nou in ieder geval, dit is de eerste map. Je kan hier dus killstreaks halen, loadouts maken, snipen in een oude Call of Duty map. En dat is alleen maar nice. En er zijn weer 30 man om me heen. Dus volgens mij ben ik gewoon de enige in mijn team of zo. En we spelen blijkbaar Hardpoint. Er zijn ook meerdere game modes die je kan doen. Kijk, deze zit wel in mijn team. Hij is AFK. Wat moet ik hier nou mee? Ik ga hier snel weg. Laten we doorgaan naar de volgende map. Ja, en de volgende map is deze hele artistieke map. Het ziet er voornamelijk heel mooi uit. Je kan hier niet echt tegen mensen spelen, maar hier gaan we gewoon even kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Want dit schijnt een van de mooiste mappen, misschien wel de mooiste map ooit in Fortnite Creative. En dan gaan natuurlijk heel veel andere mooie mappen komen. Maar voordat ik hier rechtdoor ga lopen, wil ik eerst even een shout-out doen naar iedereen die Sport de Creative Code te veel gevraagd heeft ingevuld. En als je hem nog niet hebt ingevuld, waarom heb je dat niet gedaan? Kom, vul hem even in, zou ik super tof vinden. En wie het ook heeft gedaan, is Rami. Hij heeft namelijk de Aura skin gekocht met Sport de Creative Code te veel gevraagd. Dus even een hele dikke shout-out naar jou. En als je ook een shout-out wil, stuur dan eventjes een bewijsje op nadat je onze Sport de Creative Code hebt ingevuld. En stuur het dan naar of naar onze Twitter, of naar Instagram DM, of tag ons op TikTok. Maakt niet uit, zolang je ons maar op een of andere manier mentiont. Misschien dat je dan een shout-out krijgt. Oké, laten we dan nu doorgaan naar de map. Want dit is dus hoe het eruit ziet. En dit is toch ziek, dames en heren. Dit is toch echt heel erg mooi. Dus laten we gewoon eens rond gaan kijken naar deze map, hoe het eruit ziet en wat er allemaal te doen is hier. Want ik heb eigenlijk geen idee. Oké, we lopen door het bos heen. En wat is hier? Oké, we hebben hier boars of zo lopen. Oh, wat is dit? Oh, wat is het? Draak of zo? Oké, we hebben daar ook nog een mannetje staan. Ik heb geen idee. We lopen gewoon door. We doen net alsof er niks aan de hand is. We springen hier overheen. Ik heb geen... Oh, we moeten hier nou overheen. Oh, oké. Het is nog best wel... Oh, hopen dat deze wolven lief zijn. Zijn jullie lief? Zijn jullie lief? Vallen jullie me aan? Vallen jullie mij aan? Nee, jullie vallen me niet aan. Oké. Ik was al een beetje bang dat jullie mij gingen aanvallen, maar ze zijn blijkbaar bang voor mij. Oké. We gaan doorlopen. Ik ben ook een engert. Ik weet het. En hier is een waterval. Ook... Doe, ga eens weg. Ik wil die waterval zien. Ik ga jullie gewoon killen ook. Ga weg. Oh, ze vallen me wel aan. Oké. Watervalletje. En dan hebben we hier iets van...
Wat is dit? Goud? Moet het kapot slaan? Oh, moet het kapot slaan. Oké. Ik dacht al. We moeten er wat mee. En er komt een muur naar beneden. We gaan gewoon doorlopen. Wat is hier? Nog meer wolven die we... Oké, ik ga gewoon rennen. Moet ik je killen? Nou, boeien. We gaan gewoon door. We gaan gewoon rennen. Kijken wat dit allemaal met ons meebrengt. Ik heb geen idee wie dit heeft gemaakt. Maar degene die dit heeft gemaakt... Echt dikke props naar jou. Want dit is echt heel erg mooi. Het ziet er echt heel vet uit. En dit is dus gewoon mogelijk. En oh, wauw, er komen ook gewoon eens van vuurvliegjes of zo. Ik heb geen idee. Oh, wat is dit? Wat is dit? Oh, moeten we gaan vechten of zo? Oh, we moeten gaan vechten. We moeten gaan vechten met... Een... Wie heeft dit gemaakt? Gewoon een live event is dit. Deze draak spant ook allemaal wolven in of zo. Heel erg ziek. Oké, nou, daar gaan we. We gaan wat wolven killen, dames en heren. Hoppakee! Wat, dit zwaard is ook vet trouwens. Staat hij wel standaard in? Oh my god, ik moet ook echt oppassen dat ik niet dood ga hier blijkbaar. Oké, kom hier. Nee, jij ook dood. Oké, nice. Jij ook dood. Ik oppassen dat ik niet dood ga hier. Oh, er gaan namelijk, er zijn echt veel wolven namelijk. Oh nee, 40 HP nog. Nee, niet dood gaan. Nee. Kill hem. Oké, nou. 10 HP. Oké, en nu. Ik heb maar 10 HP. Moet ik dit ding pakken? Ik pak dit ding. Ik pak het. 1 munt. En nu, we hebben een munt. Wat gaat er nu gebeuren? En de draak is helemaal lijp geworden. Die denkt, nee, mijn munt. Oké, de draak is weg. De draak is door de waterval heen. En we hebben gewonnen, I guess. Ik heb geen idee of het nog heel veel anders is. Ik denk dat dit alles is. Zo, zie je? De Forest Guardian heet het zo. Heel erg ziek. Nogmaals, als je dit ook wil checken... Het linkje zal in de beschrijving staan. Oké, nou, dit was hem alweer. Laten we doorgaan naar de derde map. Ja, en dit is dus die volgende map. Dit is gewoon letterlijk weer gewoon Call of Duty. In dit geval Domination. En dit is... Ik weet niet wat voor map dit eigenlijk is. Oh, er is iemand hier. Kill hem. Waar is die? Ga dood. Nice, dankjewel. We hebben nu niet heel veel spelers in deze map. Maar ja, dat maakt het ook weer eventjes makkelijk om te laten zien hoe het eruit ziet. Laat me erop! Oh, hij is aan het vliegen naar me toe, volgens mij niet. Hij wil me pakken. Oké, maar laten we deze vlag even capturen in de tussentijd. En hier kan je dus die loadout kiezen. Je hebt hier ook... Of heb je helaas geen killstreaks, maar je hebt wel in verschillende loadouts bijvoorbeeld de airstrike zitten en dat soort dingen. En wat ook wel leuk is je hebt ook van die kleine geheimpjes. Zoals als je hier naar boven gaat, dan heb je bijvoorbeeld... En ik ga het jullie even laten zien. We moeten even de hele pokken en naar boven toe lopen. Hier heb je bijvoorbeeld een sniper liggen. Dus als je die sniper zo pakt, dan kan je bijvoorbeeld deze guy snipen. Hoppakee. Ik raak hem ook nog. Oké, nice. Hij gaat hem... Oh, we gaan hem gewoon killen ook met de sniper. Kan ik naar beneden zonder dat ik super veel fall damage krijg? Vast wel. En... Ah, ja, het kan zeker. Ik ben super pro. Deze guy, waar ben je? Hallo? Waar ben je? Oké, kom hier. Kom maar. Ik wil je killen. Oh, hij is daar. Kom maar. Oeh, nee, toch niet? Deze vent is aan het campen, of niet? Als hij hierachter zit, is hij een camper. Hij zit hier echt. Hij zit hier achter. Wat een... Oké, het is echt een loser. Oh my god. Ja, we zijn dus nu 1v1 blijkbaar aan het spelen. Maar je kan het dus met 10 tegen 10 spelen. En dat heb ik gisteren ook gedaan op twitch.tv/speelgevraagd. Oh, is het hier daar nou? Zag ik hem nou? Oeh, ik miste hem. Ik raakte een muur. Wauw, wat stom van mij. Oké, waar ben je? Kom maar. Oké, maar ik heb het gespeeld op Twitch voor 2020. Gevraagd. Volg ons eventjes daar. Want daar hebben we dus dit al gedaan. Oh, hij staat weer gewoon, of niet? Oh, hoezo is dat mis? En dat heb ik gespeeld met Don Kaaklijn en Big Groovy. En dit is gewoon echt een hele leuke game mode om gewoon eventjes te checken. Dus ja, ik heb hier verder ook niet heel over te vertellen. Het ziet er gewoon echt heel erg vet uit. Laten we doorgaan naar map nummer 4. Ja, en dit is misschien wel de vetste map die ik voor jullie heb. En als je zo kijkt, denk je, Dion, is dit het? Dit is toch niet zo bijzonder? Een beetje naar arcadehal. En hier iemand die staat een boek te lezen of een tijdschrift. Nee, dit is het niet. Het zit hier, letterlijk... Droopy Flop, zo heet het. Droopy Flops. Ja, dit is letterlijk Flappy Bird in Fortnite. En het is te goed gemaakt. Laten we eens even kijken hoe het eruit ziet. We kunnen ons character selecteren, zo te zien. Oh, we kunnen ook iets anders dan een angel. Hebben we nog wat meer? Oh, we hebben ook nog een duck. Holy the bugger ducky. Wauw, degene die dit gemaakt heeft, echt. Het is gewoon letterlijk een game in een game. Dit is heel vet. Oké, we gaan nu terug. Volgens mij hebben we hem nu geselecteerd. Start game. Zijn we nou een rubber ducky? Jazeker. En we kunnen Flappy Bird spelen. Oh my god, kan ik nog een beetje... Oké, dat glitchje keihard. Dit glitch heel erg hard. Laten we misschien toch maar even... Oh, dit is niet goed. We gaan toch maar weer even terug naar de Angel. Want ik ben bang dat hij een beetje glitcht. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Let's go. Spring. Oké, nu is de glitch weg. Oké, kijken hoe ver we kunnen komen. Kijken of we een highscore neer kunnen zetten. En ik daag jullie uit om deze highscore ook neer te zetten. Nogmaals, de code van deze map staat in de beschrijving. Of heeft ook in beeld gestaan waarschijnlijk. Dus je kan het ook daarvoor kopiëren. Maar eens kijken hoe ver we kunnen komen. Ik ben wel ook een video aan het opnemen. Dus de concentratie is niet al te hoog. Maar we zitten al op 13.
14, oké. Schijnbaar als je 999 haalt, is er een... ik ben ook zo dom. Ik ging gewoon spammen. Laten we het nog één keer proberen. En deze keer ga ik gewoon even niks zeggen en concentreren. Oké, daar gingen we de fout in. 44 is dus nu mijn highscore. Als ik het wat langer probeer, kom ik misschien wel hoger. Maar laat even in de reacties achter wat jouw highscore is. Oké, dit is dus Flappy Bird in Fortnite. Laten we nu naar de laatste map doorgaan. Ja, dit is de game mode Color Switch, zoals je hier kan staan. Gemaakt in Unreal Engine Fortnite. Voor Fortnite, ja, dat is gewoon Creators 2.0 dus. En dit is dus weer zo'n hele vette map. Kijk dan, we zitten in een soort van... wat is het? Een soort slaapkamer of een soort kantoor. Het ziet er in ieder geval echt heel erg vet uit. We moeten even wachten totdat zij klaar zijn met spelen. En dan kunnen wij ook spelen. Oh, Billy was even aan het glitchen. En die slaat! Oké, dat is echt heel erg vet gemaakt. Maar laten we in ieder geval even wachten totdat wij aan de beurt zijn. Want ik ben heel benieuwd hoe dit is om te spelen. En jawel, we zijn in de map nu. We kunnen nu gaan spelen. Oké, blijkbaar moeten we op de kleuren staan waarvan ze zeggen dat je erom moet staan. Waarom heb ik... Waarom is dit zo... Oeh, waarom is alles zo glad? Waarom is alles zo glad? Oké, we staan ergens. Prima. Blijkbaar moeten we hier opstaan of zo. Ik dacht even dat het naar boven ging of zo. Dat was echt heel weird. Oké, nou, we hebben de eerste ronde al overleefd. Kijken of we dit kunnen winnen. Difficulty easy. Nou, ik vind het inderdaad nog wel simpel. Welke kleur moeten we nu doen? Welke kleur? Oké, roze. Waar is roze? Roze stond er gewoon naast. Oh, dat is allemaal zo glad. Het is allemaal zo glad hier. Het is echt heel raar als het naar beneden valt. Het lijkt net op deze dingen omhoog gaan. Heel bijzonder. Oké, let's go. Daar gaan we. En ik schuif heel langzaam naar die rand toe. Dat vind ik een beetje eng. Oh, Pili ging even weg. Kan gebeuren natuurlijk. En wat hebben we hier? Nee, niet slaan. Oké, ik dacht dat hij wilde gaan slaan. Wat moeten we nu doen? En groen. Dit is groen. Hup, gewoon naar links. Niet zo moeilijk. Letterlijk niks aan de hand. Ik kan ook wel een dansje doen. Weet je wat? Ik ga gewoon vallen. Boom. Dat was goed getimed. Dat was echt heel goed getimed. Oké. Gaan we dan nu difficulty level omhoog? Denk het wel, toch? Lijkt mij. En we gaan naar challenging. Prima. Welke kleur krijgen we nu? Paars. Paars is hier. Prima. Is dit paars? Dit is paars. Mooi. Dit was gewoon paars. En welke kleur gaan we krijgen? Blauw. Oh! Dit is blauw, toch? Oh, blauw en paars lijken erg op. Oh, dat ging echt heel snel. Oké, nu wordt het wel echt challenging. Nu wordt het wel challenging. Zijn er nog veel mensen levend? Ja, zeker. Oké, in de gaten blijven houden, Dion. Blijf het in de gaten houden. Oh, we worden even de lucht ingeslagen. Oké, volgens mij is Pili nu wel boos. Blauw. Nee! Oké, het zat ook naast me. Ja, dat ijs maakt het tricky. In ieder geval, dit was de laatste map. Ik hoop dat je het tof vond. Als je het vond, drop die like, abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!